Welkom op de Hessenweg. Ho, ho, ho. Een Hessenweg, dat is een Hanzenweg of een handelsweg. Vanuit de deelstaat Hessen richting het westen van Nederland. Handelaren trokken met hun grote hessenwagens richting het westen van Nederland. Grote wegen waar de normale karren niet kwamen. Ze trokken diepe sporen, ze reden over woeste gronden. En ze hadden het gevaar van struikrovers lag op de loer. Onderweg waren er diverse herbergen waar de handelaren hun tussenstops maakten. Dat is allemaal historie. Graag wil ik eerst een woord van dank richten aan ontzettend veel mensen. Aan iedereen die het mogelijk heeft gemaakt om deze nieuwe mooie Hessenweg te realiseren. Dank aan alle inwoners. Dank aan alle omwonenden, aanwonenden. Dank ook aan onze bedrijven, onze ondernemingen die toch het geduld hebben bewaard. Dank aan de Sint-Jozefkerk. Dank aan de asfaltgroep, aan de Denktank, aan de dorpsraad. Dank aan onze gemeenteraad natuurlijk en onze wethouder Erik, mijn collega Erik van Beurden, dankjewel. Verder ook dank aan al het verkeer wat normaal gesproken altijd dagelijks door Achterveld kwam rijden. Het kan zometeen weer. En alle recreanten, automobilisten, fietsers, motoren, wandelaars, dank voor jullie geduld. Nu, na iets meer dan een jaar, staan we hier op een prachtige weg in een omgeving die ook een gigantische metamorfose heeft ondergaan. Het is een prachtige metamorfose geworden in een geweldige omgeving. Mooie kerk, schitterende terrassen in een dorp omgeven van de prachtige natuur. Van Schaffelaar, Van Oldenbarneveld en Prins Bernhard gingen nu voor. En wij zien u graag terug hier in Achterveld. Rondom Vinselaar, Emelaar en Bijlaar, een prachtige omgeving. Welkom in Achterveld. Het is mij een eer en een groot genoegen. En stiekem ben ik er best wel een beetje trots op dat ik deze weg mag openen.